Yes. Yeah. We zijn in de lucht. Ik zit hier op RSD Rambat met Robin Ramirez, onze enige Mexicaan in deze scene. Alles goed, jongen? Ja. Yep. Nou, ik heb je naam al verklapt, maar vertel eens even wat je allemaal doet. Wat speel je allemaal? Ik speel Street Fighter Cross Tekken. Ik speel Street Fighter 4 als main game. Skullgirls is de laatste tijd wat me heel erg aantrekt. En ik wil Call of Duty gaan proberen. Ben je goed? Street Fighter 4 ben ik oké. Oké. En in andere games dan? Bak je er wat van? Een beetje. Wat speel je het meest? En waarom? Street Fighter 4 denk ik wel. Maar de laatste tijd meer Skullgirls. Meer aan. Oké. Je komt hier heel erg vaak, toch? Op RSD Rambat. Ja, altijd. Hoe eindig je meestal? Top 8 denk ik meestal, top 16. Oké, dat is decent, I guess, yes. Toch? Zeg maar, oefen je nog veel trouwens? Nee, wij nog niet. Alleen maar offline tegen Roy af en toe een beetje spannend. Roy is wel erg goed, toch? Yes. Ja, hij heeft pas een sponsor, hè? Wat weet je er allemaal van? Wat ik daarvan weet. Ja. Ja, wat bedoel je, wat ik daarvan is weet. Nieuw, hè? Het is nieuw, ja. Is hartstikke nieuw. Yes. Het is de eerste legit sponsor. Je bent ook met hem meegegaan toch naar events? Je ziet dat er een beetje uit. Klopt. Je bedoelt de party? Ja. De LAN-party, ja. Ja, maar het was gewoon een standje en daar werden we fighting games, maar ook normale toernooitjes, race toernooitjes, Call of Duty, alles. Alles wat Lola Nice doet werd daar gedaan, dus echt een hele kleine stand. En dan waren er waren eigenlijk weer competities waar mensen prijzen konden worden, let's about it. Wat vind je van het... Oh fuck, dat ga ik wel knippen. Wat zoek je? Iedereen. Wat vind ik van de scene? Ja, iedereen. Wat vind ik van iedereen? Iedereen. Nee, generally. Community. Wat vind generally. Wat bedoel je? Generally in het Nederlands. Oh, in het algemeen? Sorry? In het algemeen? Ja. Wat vind je in het algemeen van het niveau in Nederland? Ik denk dat we wel achterlopen. We lopen achter op Frankrijk en we lopen achter op Engeland. En hoe komt dat volgens jou? Een betere scene denk ik. Meer events, meer toernooien, meer meetings. Sowieso Frankrijk, net doen ze zo fucking veel. En in Engeland doen ze ook zoveel. Elke dag, elke woensdag, gewoon die Wednesday, weet ik veel wat. Ja, Wednesday Marvel, Night Fight. Marvel, Street Fighter, Bowser. Ja, dat is op woensdag en donderdag. Ja, hey, de nieuwe release van de nieuwe games heeft niet veel nieuwe spelers gebracht. Hoe denk je dat het komt? Ik denk het wel. We moeten nog echt Street Fighter Cross Tekken mooi zien, zeg maar. Ik denk dat het wel mensen aan het. Oké, dat is redelijk. Reis jij veel? Ja, reis. Veel. Wat is je laatste grote event waar je geweest bent en hoe heb je daar geplaatst? Kans. Top 64. Top 64. Nog notable dingen gebeurd voor jou? Fudo bijna verslagen. Zo, een Japanner. Een Japanner. Ik was goed bezig met mijn pool. Ik was in de grand final van mijn pool. Ik moest tegen Fudo, ik had bijna van gewonnen. Toen verloor ik van hem, toen moest ik weer tegen gast Gagapa. Was je salty dan? Ik was zo salty van Fudo verloren. Oké, dat is goed. Tegen Gagapa is op Bison, daar moet je veel geduld tegen hebben. Ik had geen geduld meer. Dus, hoewel ik eerder van hem had gewonnen in het toernooi, had ik kon niet meer ombrengen om tegen te spelen. Dus, je bent wel heel erg mooi op de camera, Robin. Wat vind je daarvan? Dat weet ik niet. Je bent wel heel mooi op de camera, Robin. Oké, thanks. Ik denk dat hem wel was. Ja. Heb je nog tips voor nieuwe spelers? Die het spel meetings. Pas willen spelen? Kom naar meetings. En waar wordt het niet meestal gehouden dan? Dat maakt niet uit. Dus organiseer gewoon zelf meetings. Zo. Is er nog een website waar we dit allemaal terug op kunnen vinden? Draakslag.com. Post gewoon in toernooi de meetings. Post gewoon, ik wil meeten hier en daar. Waar zijn spelers? Dit spel wil ik spelen, bla bla bla. En creëer gewoon je eigen scene. Weet je, als je in fucking Groningen woont, creëer een scene in Groningen. Woon je in Limburg, creëer een scene in Limburg. We hebben het hier gedaan in Roosendaal. In Roosendaal is het goed gegaan. In Amsterdam heb je het. In Rotterdam heb je het enige mate Groningen. Magische curie. En ja, dat is het eigenlijk. Oké, nou bedankt voor je tijd. Dit is Moreno op RSD 8. 8, is het 8? 9. 9, mijn excuses. Tot de volgende interview zal zijn met LLMBR.